251TV maakt vandaag een sfeerreportage van het 10e Marco van Balen toernooi bij voetbalvereniging Dem. Astrid, je bent de organisator al jarenlang. Wat drijft jou? Wat drijft mij? Ja, Marco was mijn man, dus dat is al drijfveer 1. Voor de rest, als je dan kijkt op het complex, hoeveel kinderen hier lopen, hoeveel blije gezichten, hoeveel mooie voetballertjes. Marco van mij was F-pupillentrainer, dus die vindt dit geweldig, al die blije voetballende kinderen. Wat zijn zijn verdiensten eigenlijk geweest? Kun je er iets over, meer over vertellen? Marco was zelf voetballer, was 16 dat hij in het eerste van Den debuteerde, dus dat was, was heel jong. En door zijn gezondheidsproblemen op latere leeftijd kon hij zelf niet meer voetballen. Maar werd hij trainer en trainer van de F-pupillen. En zijn grote verdiensten waren dat hij iedere voetballer een talent vond. En dat maakte hem groots bij de jongens. Er wordt nog steeds positief over hem gesproken. Ook door de jeugd. De jeugd E en F-pupillen weten het niet. Die weten het van verhalen, die weten het van het toernooi. Maar de jeugd die dan nu in de B-junioren en in de A-junioren voetballen, die weten, die hebben trainer gehad van Marco. Het 10e toernooi wordt nu georganiseerd. Wil dat zeggen dat dit het laatste toernooi is of gaan jullie op naar de 20? We gaan zeker door, we gaan op naar de 25. Marco en ik hebben 2 jongens en mijn jongens gaan straks, als wij het niet meer kunnen, als wij er te oud voor worden, gaan zij het overnemen. En wie is jouw grote voorbeeld? Ronaldo. Waarom? Omdat hij goed kan voetballen. En wat neem jij van hem over? De trucjes en dribbles. En lukt dat al een beetje of moet je nog veel oefenen? Soms wel. En wie is jouw grote voorbeeld? Zlatan Ibrahimovic. Zo, dat spreek je gelijk goed uit, jongen. Wie is jouw grote voorbeeld? Johan Cruijff. Mijn beste voetballer is Cristiano Ronaldo. Het Marco van Balen toernooi is gekoppeld aan een goed doel. Linda Breuzes, welk goed doel? Dit jaar is dat Stichting Hartekind. Stichting Hartekind is een stichting die fondsen werft voor onderzoek naar aangeboren hartafwijking bij kinderen. Kan je er iets nader over vertellen? Nou, er worden in Nederland elk jaar zo'n 1500 kinderen geboren met een aangeboren hartafwijking. Die kan je zeg maar grofweg in 3 groepen onderverdelen. Dat is ongeveer 1/3 van die kinderen hebben een milde vorm. 1/3 hebben een open hartoperatie nodig om te kunnen overleven. En ook 1/3 van die kinderen hebben een dusdanig ernstige hartafwijking dat ze vaak voor hun 3e, 4e levensjaar al 3, 4 open hartoperaties hebben gehad en de rest van hun leven beperkingen hebben. En wat we zien is dat die kinderen de laatste 50 jaar, dat die overlevingskansen voor die kinderen enorm zijn toegenomen, maar dat de beperkingen die ze hebben toch nog flink zijn. En daar moet onderzoek naar gedaan worden. Maar financiële middelen heb je nooit genoeg. Waar praten we over? Wat voor budgetten? Op dit moment werven we bijvoorbeeld voor een onderzoek naar de preventie van hersenschade bij kinderen met een aangeboren hartafwijking. Dat is een onderzoek dat kost €600.000. En daar zijn we nu volop voor aan het werven. Dus daar hebben we onlangs de Zandvoort circuitrun gelopen met 100 hartenkinderen om geld op te halen. En we benaderen fondsen. We gaan binnenkort de Dam tot Dam lopen. En vandaar is er een loterij. Ja, absoluut. Dat is fantastisch dat zoiets kan. Diane, je hebt de loterij verzorgd hier op het Marco van Balen toernooi. Je hebt het vuur uit je sloffen gelopen om heel veel prijzen hier naartoe te halen. Had je voldoende medewerking van het bedrijfsleven? Ja, heel veel lokale bedrijven hebben gesponsord. En niet alleen ik, maar ook gelukkig heel veel anderen. En ook vanuit de voetbalvereniging hebben me geholpen met het vinden van mooie prijzen. Hoeveel heeft het opgebracht? Tot zover €750 en een beetje. En ik hoop, misschien wel een kleine 1000 te behalen. Oké, maar je doet in ieder geval goed werk voor Stichting Hartekind, want elke euro is meegenomen. Ja, elke euro is er 1, inderdaad. Onze gezellen, Allianz is net afgelopen. Het was de laatste wedstrijd, 2-2. En hoe ging het? Heel goed. We gingen goed druk zetten, maar ik vond ook dat we een hele teamprestatie hebben opgeleverd. Iedereen speelde gewoon keigoed. Hebben we 1 punt, we hebben ons best gedaan. Allianz, jullie hebben met 2-2 gelijk gespeeld tegen onze gezellen. We wouden natuurlijk wel winnen, alleen dat ging er net niet in. Maar ik zag jullie een paar hele mooie combinaties maken, jongens. Ja, helaas hebben we niet gescoord. Iedere voetballer die talent heeft, heeft een groot voorbeeld. Wie is jouw grote voorbeeld? Johan Cruijff, omdat hij heel goed voetbal speelde en hij heeft ook originele dingen gemaakt in het voetbal. Zoals de Cruijff penalty. En wie is jouw grote voorbeeld? Andrés Guardado van PSV. Hij staat altijd goed en hij geeft goede passes. Jij kijkt goed naar zijn inzicht, hè? Ja, inderdaad. Heb jij dat ook?
Nou, dat... Ja. Alle verenigingen die weer een mooie sportieve inbreng gehad hebben in deze 10e editie van het Marco van Baden. Applaus voor jezelf dus. Ja.